Ik ben Misha van Blacks & Empire. Ik ben Milan, ook van Blacks & Empire. Ik ben René. Niet van Blacks & Empire. Ja, hey jongens, jullie hebben je vijfde studioalbum sinds 1993 toen ik al begon, hebben jullie nou uitgebracht. Het heet From the Shadows en het krijgt erg goede reacties op het internet. Hadden jullie ooit verwacht in 93 dat jullie zo'n succes zouden hebben toen jullie begonnen? Absoluut niet. Na 93 is ook wel echt het prille begin. Dat was toen kochten we net een computer, denk ik. Ja, nou, toen zat de middelbare school en toen was het echt voor de, weet je wel, toen kwam dingen als de Chemical Brothers, Front 2 for 2, Prodigy, dat soort dingen kwamen op en daar, dat was nieuw, dus dat vond je interessant en dan koop je eerst de soundcard en dan ga je muziek maken, maar gewoon super amateuristisch. Ja, was ik geen drum en bass of zo. Nee, het is eigenlijk vanaf 2000 dat we er professioneel fulltime mee bezig zijn. Dus het eerste is gewoon een hobby en het is nou nog steeds een hobby, maar ook gewoon werk geworden. Maar nee, het is nooit een doel geweest om. Het is eigenlijk nooit een doel om volgens mij succesvol in muziek te zijn. Het is gewoon dat je het wil doen en van het een komt het ander. Okay. Ik bedoel, dat is volgens mij een hele verkeerde manier om met muziek bezig te zijn, dat je succesvol wil zijn. Weet je, je wil het doen. En gelukkig zijn er genoeg mensen die. Die het leuk vinden wat we doen. Ja. Ja. Nou ja, ik vond het wel heel interessant om het gewoon een keer te proberen. We hadden het nog nooit gedaan. En, ja, je moet jezelf ook proberen uit te dagen en nieuwe dingen te doen. En, nou, we hadden wel voorheen samples gebruikt, maar nooit echt live vocals. Nou, bijvoorbeeld, we hadden al een track met de Foreign Beggars gedaan eerder voor een label van hun. Ja, en dan van het een komt het ander. Het was wel leuk om gewoon andere partijen erbij te betrekken. Kijken wat dat wordt. Okay. En je gaat op een andere manier muziek maken. Ja. Je kan het meer open laten en dan wordt het later ingevuld. En dan ga je niet de hele mix helemaal volbouwen, maar dan hou je meer ruimte gewoon. Dus dan krijg je ander soort nummers van. Dat hoor je ook. Bedoel je dus te zeggen dat het een soort van natuurlijk proces was nou ook? Of, Nou, je moet het wel leren om die ruimte ook open te laten. Want je kan dus niet helemaal vol gaan bouwen. Maar ja, het voelde wel goed. Het was wel makkelijk om te doen eigenlijk. Dat was wel leuk. Ja, je wil gewoon altijd iets nieuws doen. Je wil niet gewoon op dezelfde manier muziek blijven maken. En dit is gewoon, er komt opeens, meestal alles komt uit de computer en dan moet je opeens iets analoog gaan opnemen en moet je met iemand gaan samenwerken die meer over dat aspect van het liedje weet dan jij. Ik bedoel, wij kunnen allemaal niet zingen. We kunnen wel zeggen, vind het mooi of vind het niet mooi, vind het gaaf of vind het niet gaaf. Maar de rest van de muziek, weet je wel, wij kunnen allemaal de bas of de drums maken, maar wij kunnen dat kunnen wij niet toevoegen, dus je wordt ook afhankelijk van andere mensen en je moet ze ook een beetje sturen, terwijl je er het zelf niet kan, dus het geeft gewoon een hele nieuwe dimensie aan een liedje maken en dat is gewoon tof om jezelf te blijven uitdagen. Okay. Nou, ik denk dat het met de Foreign Beggars het makkelijkste was eigenlijk. Oké, okay, waarom? Want die, ja, we hadden een soort van setup gemaakt van het liedje. En daar hadden zij iets bij verzonnen en dat was gewoon gelijk helemaal vet. Dat was gewoon helemaal vet. Ja, dan moet het nummer verder nog wel afgemaakt worden en fine getuned. Maar ja, als het dan in één keer zo, ja, het voegt echt iets toe. Het nummer werd er echt anders door en ja, dat was wel heel fijn. Oké. Maar dat is dan wel samenwerking met vocalisten? Met een vocalist, ja. Zoiets als State of Mind of zo, twee dagen in de studio of audio, dat ging ook gewoon zo binnen twee dagen een liedje af. En het was ook echt af. Ja, fijn. Ja. Soms zitten wij gewoon. Soms kan je nog weken doorgaan om het af te maken en dan verlies je wel eens uit het oog wat ook weer leuk was aan het nummer. Maar als het echt in twee dagen af is en leuk is, dan is het gewoon heel goed. Ja. Nou, naast het produceren hebben jullie ook maar liefst drie labels. Blacks & Empire, Obsessions en Shadow of the Empire. De vraag is, waarom zoveel? Waarom niet nog meer? Zo denken wij erover. Okay. Nou, we willen gewoon heel veel soorten muziek maken. En mensen vinden het moeilijk om meerdere soorten muziek te accepteren op één label. Dus dan scheid je dat een beetje zo. Dan doen we dubstep en andere experimenten die lagere snelheid hebben. Dat doen we op Shadows. En Obsessions is meer voor nieuwe mensen eigenlijk. En iets rustiger nummers van ons. En BC is gewoon voor onszelf. En eventueel andere nummers, maar meer in dezelfde stijl, zeg maar, als wij zelf.
En verder, ja, iedereen doet het anders. Wij zijn altijd een beetje van het misschien wat terughoudender. En het is een heel geleidelijk groeiproces geweest. En niet zo van, oh, het, weet je, wij zijn nu het hippe nieuwe ding. Maar altijd gewoon zo gewoon rustig blijven doen wat we zelf belangrijk vinden. En daardoor is onze achterban ook gewoon heel sterk. En die zal ook niet in één keer weg zijn. Dus ja, de ene artiest die doet het zo en wij doen het zo. Wat is een tip? Ja, ik weet niet. Rustig gewoon. Gewoon als je, ja, gewoon doen wat voor je bij jezelf prettig voelt, denk ik.